Nou, dat was het dan, met tv kijken boven op zolder. Met je digitenne ontvangen, DVB-T1. Gooi het ding maar weg, want het is toch al ouderwets. En de digitenne van de KPN, ja, die had ik gekocht bij de Praxis. Ja, dus DVB-T1, ja, dat werkt niet meer, hè. Dus die gaan ze uit bij de vuilnisbak. Ja, ik dacht al... Verleden jaar zomer, nu net een jaar geleden. Ik kan geen tv meer kijken boven op zolder met die digitenne. Dan heb ik hier nog een draagbare tv. Lenco. TFT 925. En dat ding dat speelt als het tierenlier. Dan kan je nog met je USB-stickie films afkijken en zo. En dat kan allemaal nog wel. En via je ingang andere dingen aansluiten. Met tv kijken, ja, dat is verleden tijd. De afstandsbediening heb ik nog niet eens gebruikt, nog in plastic. Ding dat heb ik jaren 5, 6 geleden het laatst gebruikt in een auto. En dan leg je het weg. Ja, ik had al die tijd dat ik het kunnen gebruiken. En nou kun je het zo in de vuilnisbak donderen, ja. DVD-speler, ja, nou die hebben we beneden al. Hè. Ik heb al een draagbare DVD-speler, dus... Om dit er nou op aan te sluiten. Ik zal eens even... Dan heb ik meneer Lenko nog een e-mailtje gestuurd, want op internet kon ik er niks over vinden. En staat erop... Bedankt voor je bericht. Helaas is dit bericht... Nee, helaas is dit product niet om te bouwen met een DVD... DVB-1T2 tuner. Wel is het mogelijk via de AV-ingang om een externe bron als tv-tuner, dvd-speler of spelletjesconsole aan te sluiten. Nou, dus dat was dan je dag bij de tv. Dus er is geen T1 meer DVB, alleen T2. Dus mocht je het niet weten, bij deze. Je krijgt nu wel een beter HD-TV schijnbaar, maar ja, het is weer een klap hè, voor je.